Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte, wat wil zeggen dat je afweersysteem de fout maakt van de cellen kapot te maken die insuline maken. Dag dokter. Het heeft dus helemaal niets te maken met je levensstijl, te veel eten, te veel snoepen. Op dit moment kan diabetes type 1 nog niet voorkomen worden en ook spijtig genoeg nog niet genezen worden. Dat betekent dat kinderen of jongeren die diabetes type 1 krijgen ook onmiddellijk moeten starten met insuline-injecties. Dat kan je opvangen door ofwel één keer per dag basale insuline te geven, of je kan een pomp gebruiken die continu kleine beetjes snelle insuline geeft. Telkens als iemand eet, heeft hij nog extra insuline nodig. Dus ofwel geef je dat met een extra injectie van snelwerkende insuline, of bij een insulinepomp kan je een bolus geven. Een insulinepomp bootst op dit moment het beste na wat je eigen insuline producerende cellen doen. Die registreren continu hoeveel suiker er is en geven insuline volgens er nodig is. Tim is de eerste die dit soort pomp heeft gekregen. Dit is een pomp die verbonden is met een sensor. En die sensorwaarde bepaalt eigenlijk hoeveel basale insuline er gegeven wordt. Ik heb hem zien evolueren van jonge puber nu tot jong volwassene. En ik denk dat zijn zelfzekerheid wel altijd maar toegenomen is. Ik ben er ook van overtuigd dat het hem ook gemoedsrust geeft. Doordat ik zo goed mijn diabetes kan regelen, neemt het nieuwe systeem natuurlijk heel veel zorgen weg. Het geeft mij veel meer vrijheden. Ten opzichte van, denk ik, zelfs 2 jaar geleden, zou ik niet gedacht hebben van op mijn 18e ga ik al op kot kunnen gaan en het allemaal zelf in handen nemen.